Hoi allemaal! Het is vandaag weer tijd voor een tutorial en dit keer van mijn everyday look voor de herfst. Dus laten we maar gewoon beginnen met de basis, de primer. Ik gebruik de Laura Mercier Foundation Primer Radiance. En daar breng ik een klein beetje van aan op mijn gezicht. En dat is dan de basis. Het zorgt ervoor dat de rest van je make-up de hele dag mooi blijft zitten. En die radiance vind ik heel fijn. Omdat die geen siliconen heeft. Niet goed tegen siliconen. Kon, denk ik. Ik denk dat ik het tegenwoordig beter tegen kan. Want mijn huid is heel rustig. En ook omdat hij een mooie glans aan je gezicht geeft. En ik ben gek op glans. En dan gebruik ik de Lingerie de Peau Beauty Booster van Guerlain. Alleen deze is nu te licht. Ik heb de kleur 2 Light. Dus ik ga hem vermengen met wat van de Body Shop Honey Bronze Drops of Sun. Daar ben ik gek op. Vind ik echt super leuk spul. Je kunt het door je dagcreme doen, door je zonnebrand, eigenlijk door van alles. Of dus door je foundation. En ik vind het echt ideaal als spul. Het geeft ook echt zo'n zongebruind effect. En in dit geval maakt het dus net mijn foundation iets donkerder. Dus daar doe ik een druppeltje van bij op, zeg maar. En dan meng ik dat tussen mijn vingers. En ja, ik breng het dus altijd aan met mijn vingers. Dan ga ik door met de concealer, de Maybelline Age Rewind Eraser Dark Circle, zoals altijd. Ik heb verder niet echt onzuiverheden, dus ik hoef alleen maar onder mijn ogen even mijn wallen weg te werken. Want die heb ik altijd, en de ene keer meer dan de andere keer. Maar hoeveel ik ook slaap, ik hou altijd van die donkere kringen. Ik zie dat ik mijn nieuwe Hourglass poedertje nog op de wasbak heb staan, op de wastafel staan. Dus ik gebruik even mijn oude, die is echt bijna helemaal op. Dit is het Ambient Lightening Powder in Dim Light. Zeg ik het goed? Ja, Dim Light. En ik had eerst de kleine reisverpakking en ik heb nu de grote. En dit is een poeder wat gewoon echt super mooi soort Photoshop effect geeft. Maar echt super natuurlijk. En zelfs voor droge huidjes werkt het gewoon heel erg mooi, vind ik. En toen was mijn batterij leeg, maar zoals je ziet was ik bezig met mijn wenkbrauwen met het Anastasia Perfect Brow Pencil. En volgens mij in de kleur taupe. En volgens mij was ik net aan het uitleggen, voordat de batterij uitviel, waarom. Want ik had de Brow Wiz, of eigenlijk die heb ik nog steeds, maar die is bijna op. Maar die ging zo snel op en is niet heel goedkoop. Maar ik vind de kleur van de Brow Wiz echt super mooi. En toen dacht ik, weet je, als ze ook gewoon een ouderwetse potlood hebben, waarom zou ik dat dan niet doen? Dat is dan veel zuiniger in gebruik, want zo'n potlood, nou ja, daar doe je echt wel een stuk langer mee. Maar dan heb ik toch die mooie kleur taupe, die ik dus zo fijn vind. Dus, nou ja, sindsdien heb ik potlood en het bevalt me eigenlijk heel erg goed. Hij heeft ook gewoon een spoelie aan de achterkant. En ja, er is eigenlijk verder weinig verschil. Ja, die brow is net iets fijner, dat is een net iets subtieler potlood, dus deze moet je wat vaker slijpen, maar... Ja, weet je. Dan hoef je ook minder vaak naar de winkel. Dus kost je ook minder energie en vooral heel veel minder geld. Dus sindsdien heb ik deze en ik vind hem heel fijn. Dus dat zijn mijn wenkbrauwen. Dan breng ik alvast wat highlighter aan en dat is deze. Dit is de Becca Shimmering Skin Perfector in Opal. En deze vind ik wel heel mooi. Het is gewoon een... Hij brengt heel natuurlijk aan. Het is niet zo heftig als de highlighter poeder ervan. Die zal ik zo nog even gebruiken. Of laten zien. En dit hangt gewoon een beetje vanaf. Of ik gewoon naar mijn werk ga, dan doe ik alleen dit. Of als ik zin heb in meer glow, dan gooi ik nog een beetje highlighter bovenop. Maar kijk, zie je, dit geeft al wel best wel een mooie glans. Alleen iets minder intens. Dan voor ogen. En wat ik gebruik is... Meestal een van deze twee. Dit is de Sephora Colorful Shadow & Liner Waterproof in de kleur taupe. Gek op de kleur taupe. Of ik gebruik de Charlotte Tilbury Color Chameleon. En dit is de kleur... Even kijken, waar staat het? Bronzed Garnet. En dit is degene voor groene ogen. Ik heb blauwe ogen, maar ik zag hem bij Zoella.
En zij gebruikte deze en ze zei dus heel mooi voor blauwe ogen. En dat vond ik bij haar ook. Dus ik vond hem bij haar heel mooi staan. En de kleuren die hij had voor blauwe ogen spraken me. Vond ik ook wel mooi. Het was een soort champagne kleur en nog een andere kleur. Maar nee, ik was wel blij. Ik werd wel blij van deze. Dus ik dacht, ik ga daar ook gewoon voor. En het is een hele mooie klus. Die ga ik ook, denk ik, dan maar vandaag gebruiken. En een hele goede tip die zij gaf is, als je deze gebruikt, daarna heel langzaam het dopje er weer op doen. Als je het te snel doet, dan komt een soort lucht onder. En dan ploeft hij er zeg maar in je toilet als alweer uit. En dan droogt hij uit. Dat zou een beetje zonde zijn. Dit is de kleur. En die breng ik aan op een beweegd ooglid. En moet je wel meteen een blending kwast in de buurt hebben. Want het droogt vrij snel op. En dan gaat het nergens meer heen. En deze kan je heel heftig aanbrengen. Of wat subtieler. En op normale dagen gebruik ik wat subtieler. Dus dan doe ik niet al te veel op mijn oog. En dan ga ik meteen blenden. Het is echt een hele mooie beetje roestbruine kleur. Echt super mooi. En dat staat zeker ook heel mooi met blauwe ogen. Ik weet niet of je het al kan zien, maar ze knallen er straks echt uit. Die taupe kleur van Sephora. Je hebt dit ook gewoon in Nederland, waar ik zal zo wel even iets laten zien. Maar je hoeft niet meteen Sephora's of Charlotte Tilbury's tegenwoordig trouwens. We krijgen er bij de Bijenkorf. Dus daar heb ik deze ook gekocht. En deze is dus wat, wat intenser dan die taupe kleur. Die taupe kleur doe ik vaker naar mijn werk. Maar ik vind dit echt een super mooie kleur. Ik had deze bijvoorbeeld ook op mijn verjaardag. Ik dacht, yes. Een mooie, een klein beetje onder mijn onderste wimperrand. En dat vervaag ik gewoon even met mijn vinger. Ik gebruik daarvoor altijd mijn ringvinger, want die heeft de zachtste touch. Zo, en ik weet niet of ik het kan zien, maar het is echt wel heel, ook wel heel mooi met gewoon blauwe ogen. Ongetwijfeld ook met groen, maar zoals Sabella ook al zei, je hoeft niet altijd precies te doen wat op de verpakking staat. En daar sluit ik mij volledig bij aan. En ja, dit werkt gewoon heel makkelijk en snel voor mij. Als ik, ik heb natuurlijk niet 's ochtends heel veel tijd tegenwoordig. Maar toch heb ik wel vaak zin om iets op mijn oog te doen. Alhoewel ik moet zeggen dat ik het wel erg afwissel hoor tegenwoordig. Bijvoorbeeld op de dagen dat hij naar de opvang gaat, dan wil ik nog wel eens denken, weet je, laat maar gewoon zitten. Ik doe gewoon mascara. Misschien een beetje oogpotlood en klaar. Maar dit gaat ook wel heel snel. En ik trek hier bijvoorbeeld ook wel eens gewoon een lijntje mee langs mijn wimperrand. Dan wimpers krullen met mijn HEMA wimperkruller. Ik had laatst een oude die ik terugvond in een of ander toilettasje. En die had ik meegenomen dat ik een nachtje bij mijn ouders sliep. Met mijn verjaardag. Zodat ze konden Sven en ik daar eventjes rustig uitslapen zonder Niels. En toen had ik dus mijn oude en de vorm was daar net iets beter van bij mijn oog. Toen dacht ik, oh, ze hebben ze dus wel ergens in de loop der jaren. Ik heb het ding al 100 jaar. Hebben ze ze vernieuwd. En dit is dus de nieuwere versie. Die vind ik dus iets minder goed dan de oude. Maar goed. Mascara, de Maybelline Color Sensational. Blijft nog steeds mijn favoriete mascara. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete mascara is. Misschien moet ik weer eens wat gaan testen. Dan is het tijd voor een laagje waterproof. En daarvoor gebruik ik de False Lash Effects mascara van Max Factor. En als ik echt goed waterproof wil, dan gebruik ik die van Maybelline. Zeg maar dezelfde, de Lash Sensational, maar dan waterproof. Maar als dat niet erg nodig is, lees als het niet heel hard regent buiten of ik niet in een zwembad inspring, dan gebruik ik gewoon deze. Want dan hoef je 's avonds minder te boenen. En van boenen krijg je rimpels.
klein beetje op mijn onderwimpers. Ik hou nooit van te veel mascara op mijn onderste wimpers. Maar kijk eventjes hoe die ogen er nu uitkomen. Ik vind het echt super mooi. Dat geldt terzijde. Dan een beetje bronzer. De Body Shop Honey Bronze. Ik wissel mijn bronzer tegenwoordig wel af. Maar dit blijft mijn favoriet. En ik breng hem aan met de Essence Kabuki. Zoals altijd. Daar heb ik een voorraadje van liggen. Niet dat je ze nou zo heel vaak hoeft te vervangen trouwens. Maar... En dan een beetje blush. En ik gebruik vandaag de Baked Blush van B Creative Makeup van Issy Paris. Dat in Romance. Dus het huismerk van Issy Paris. Maar ik moet zeggen, mijn blush wissel ik heel vaak. Ik gebruik graag deze. De Instaglow blusher van Miss Sporty. Hele fijne budget blush. Die ga ik trouwens vandaag gebruiken. Ja. Of mijn geliefde... Nee, ik ben vooral bij deze trouwens. Of mijn geliefde Milani Baked Blush in Luminoso. Maar ik wissel blush heel veel. Deze ziet er in de verpakking vrij licht uit. Maar op de wangen valt dat heel erg mee. En dan als laatste de Becca Shimmering Skin Perfector in Opal. Dus eigenlijk dezelfde als die ik net op deed. Alleen dan het poeder ervan. Nou, zoals je ziet, echt super shiny. Meestal gebruik ik voor gewoon overdag deze, wie kent hem niet, de Mary Luminizer van de Balm. Maar we gaan even all out. No special reason, maar goed, ik ga nog filmen zo meteen en dan mag altijd wel wat meer glans. En die breng ik aan met de Fan Brush van Real Techniques. En wel met heel veel belijder, want anders dan word je echt een discobal en ik moet nog wel de straat op. Voor 's avonds zou het wel prachtig. En om het nog iets natuurlijker te maken gebruik ik nog even mijn blush kwast. Ik heb trouwens net helemaal niet gezegd, maar dit is de Zoeva Luxure Cheek. Dan wenkbrauwgel, de L'Oreal Brow Artist Plumper. Dan gewoon de transparante. En dan als laatste de lippen. En daar varieer ik ook nog wel in, maar heel vaak pak ik gewoon deze. Dit is de Catrice Beautifying Lip Smoother. En dit is de kleur Cake Pop. Zo. En ik zal hem nog even laten zien met een wat fellere lipkleur. Zo, ik heb hem er even afgehaald. En dan gebruik ik deze. Dit is de L'Oreal Color Riche Matte in 640 Erotiek. En hij is losgegaan, dus hij ziet er niet meer zo heel erg mooi uit. Maar goed, we werken ermee. Waar is mijn spiegeltje? En ik vind dat wel mooi om hem niet super heftig aan te brengen, maar een soort van deppend, waardoor je een heel mooi zacht... sensueel effect krijgt. En dan is dit mijn uiteindelijke herfst look, everyday look, maar dan net even iets meer met mijn donkere lippen en mijn glans, maar dat kan je natuurlijk weer weglaten. En ja, ik hoop je het leuk om te zien. Ik wil je weer ontzettend bedanken voor het kijken. Laat me weten wat jouw favoriete mascara is. Ik ben heel benieuwd. En heb jij zin in de herfst? Ik moet er nog even aan wennen aan het hele idee. Maar we gaan er maar voor. Want we hebben geen keus. Ik hoop dat je het leuk vond. Super bedankt weer voor het kijken. Volgens mij zei ik het al. Maar from the heart. En ik zie jullie snel. Doeg! Dit is mijn everyday bakje. Oh, dit had ik nog even op moeten ruimen. En dit is wat ik ga opruimen. Want zoals je zult zien, ik kan hier niks meer in vinden.